Ja, herinner je je eerste geschreven rap nog? Ja, die herinner ik me heel goed. Ik kan me nog herinneren. Mijn neef maakte vroeger altijd beats. Reavers. Ik was volgens mij 14 jaar. En dat was echt een tekst. Dat was Engels. Ik ben trouwens Engels begonnen. Ik rap nu Nederlands. Ja. Maar dat was een Engelse tekst. En dat was gewoon echt van alle rappers. Van Tupac, 50 Cent. Van iedereen heb ik toen gewoon teksten, lines gepakt. En die heb ik dus in mijn coupletje geplakt. Welke regels waren dat? Dat waren echt van die lijpe teksten gewoon van I bring drama to your mama en dat soort dingen. Dat pak je dan gewoon van die Amerikaanse rappers. Maar ja, ik kan me nog wel heel goed herinneren. Ja. Ik was ook heel trots op het nummer. Toen als ik het nu hoor, dan schaam ik mezelf ervan. Ja? Circuleert het nog ergens rond op het internet? Of? Ja, nooit uitgebracht op internet. Ik luister altijd naar mijn eigen muziek gewoon. En mensen om me heen, dus mijn vrienden en zo, die hadden het wel. Ja. Maar voor de rest, ik heb het nooit uitgebracht of zo. Wanneer ben je geïnteresseerd geraakt in rap? Was het, weet je dat nog? Ja, ik ben heel toevallig. Ik ben heel makkelijk eigenlijk in de game gerold. Toen de tijd dat ik zeg maar bezig was met rap, toen waren... Hoe ben je zeg maar met rap begonnen? Waarom? Ja, dus wie hoorde je? Ja, ik ben nooit echt... Ik heb nooit echt iets gehad van ik wil een rapper worden of zo, toen ik jong was. Dus ik luisterde wel naar rap, maar het was gewoon leuk. Maar omdat mijn neef beats maakte, daardoor ben ik echt begonnen. Want ik hoorde gewoon 24 uur per dag hoorde ik zijn beats. En ja, dan ga je gewoon een keertje experimenteren erop. En ja, daarvoor, zo is het gewoon voor te gaan. Ik had een aantal tracks klaar liggen, Nederlands ook. En heel toevallig ben ik door Jesser eigenlijk... Jesser en Lange Frans waren een keer bij mijn neef Rivers gekomen. En mijn neef liet hun wat horen. En hun waren al serieus bezig. Ik was gewoon een hobby eigenlijk. En sindsdien ben ik een beetje met hun in contact gekomen. En sindsdien is het een beetje, ben ik het serieuzer gaan nemen. Maar dan moet je op een gegeven moment ook wel aanleiding toe hebben. Als je zeg maar wel een beetje kunt rappen. Ik bedoel, wanneer kwam je erachter dat je wel een beetje kon rappen? Wie zei dat? Of... Ja, mensen om me heen. Bijvoorbeeld Jesse, die voor me gruwelijk rappen. Die heeft mij dus uitgenodigd om een nummer met hem te doen. Lange Frans en zo, rol je eigenlijk zeg maar in het hele wereldje. Hey, zeg maar, je hebt toen een hit gehad met Rennen en Rennen. Ja, nou, een hit. Of weet je maar in ieder geval, ja, een nummer, ja. Een single. Ja. toen zat je bij Good Life. Klopt. En waarom ben je toen weggegaan bij hen? Dat zijn twee kanten eigenlijk. Het is van hun kant, ja, waren er gewoon wat complicaties. En van mijn kant was het meer gewoon, ja, meer laksheid, weet je. Je komt als jonge gast, kom je in zo'n wereldje. Je hebt optredens, je komt in alle clubs gratis binnen, verre plekken. En je wordt gewoon een beetje, je denkt dat het gaat allemaal te snel, weet je. En ik was gewoon niet meer gemotiveerd in mijn periode. Ik was gewoon alleen maar aan het spelen. Chillen met vrienden. Als ik al optreden had, kwam ik met 20 auto's daar. Iedereen gratis naar binnen en het was gewoon een gezellige boel. En ja, die optredens bleven maar komen. Dus je bent niet meer gemotiveerd om dan meerdere tracks te maken. Want toen zag ik het, ja, ik zag het nog gewoon echt als één grote gezellige tijd, zeg maar. Ik was ook nog jong. Nu ben ik, nu is het anders. Maar hoe is dat, wanneer kwam dat omslagpunt dan? Ik bedoel, als ik dat zo hoor, zou ik zeggen van, nou, je was... Ik doe wel even de deur dicht. Als ik het zo hoor, je was gewoon, het overviel je een beetje. Ja. En je hebt er een beetje van genoten en je nam het eigenlijk gewoon niet zo serieus. Ja, klopt. En liep misschien, ik wil niet zeggen. Ja, ik nam het wel serieus, maar het ging zo makkelijk. Ik heb dus die track gemaakt, Wat Wil Je Doen Met de Party Squad. En na dat was het gewoon echt een hele hype om me heen. Optredens, alles ging gewoon makkelijk. En af en toe was ik nog wel in de studio, maar dan was het meer gewoon voor de fun. En nu, zoals je ziet, is het gewoon werktijd. Ik ben nu al vanaf 10:30 hier zo en ik ben hier tot 5. Dus het is nu een heel andere, ik pak het heel anders aan nu. Wanneer is het omslagpunt geweest? Omdat ja, na Good Life zeg maar, na die periode heb ik gewoon echt geen boeking gehad. En ik heb toen ben ik ingezien dat ik wel echt van dit leef. Het is gewoon echt mijn leven dit, weet je. Het is meer dan een hobby nu voor mij geworden. Ik leef echt van mijn muziek en het is ook voor mij een uitlaatklep. Dus het heeft meerdere voordelen zeg maar, dat ik bezig ben met muziek. Is dat dan zeg?